Goedenavond, beste mensen. Ik ben Frank Evers. Ik studeer aan de TU Eindhoven. En ik ga namens Athlon Carlies samen met drie andere studenten een recordpoging wagen met de Tesla Model S. We gaan met deze mooie Tesla Model S gaan we vertrekken vanaf het drielandenpunt. Dan gaan we richting Amsterdam toe rijden. Dan gaan we de afsluitdijk over. Dan gaan we Friesland in. En dan gaan we weer terug richting Almere. 3, 2, 1, go! Okay, maar wat gaat dit af, joh? We zijn nog steeds in Zuid-Limburg. Het is al 10:30 s'avonds. En Joep is aan het rijden. En hij is het heel goed aan het doen. Want Predicted Range ligt dik over de 600 kilometer. Gisteravond zijn studenten uit Eindhoven, uit de Universiteit Eindhoven, die zijn op de Vaalseberg vertrokken in Limburg. Ze zijn helemaal over de afsluitdijk, hebben net 500 kilometer gehaald. Dus we gaan op zoek naar die helden die het Europese record real driving, dus niet met 16 kilometer per uur zoals in Amerika gedaan wordt, maar echt gewoon normaal rijden op normale wegen en kijken of ze dat record gaan halen. Ze moeten in ieder geval boven de 600 kilometer uitkomen om serieus genomen te worden. We hebben nog om bij de 15 kilowattuur plus minus in de batterij zetten. Dus we komen ergens tussen de 600 en 650 kilometer uit als eindafstand. Hallo, goeiedag. Hoeveel staat er op de teller? 537,5. 537,5 kilometer. Wat heb je gedaan om om zo weinig mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk kilometers te vreten? Vooral de banden hard opgepompt. Dat is natuurlijk goed voor de weg, de rolweerstand. Ja. We hebben de helderheid van het display hebben we naar beneden gezet. Dat scheelt weer allemaal energie. We hebben heel veel elementen zoals de climate control niet gebruikt. We hebben weinig met richtingaanwijzer gespeeld. Lampen vroeg uit. En verder niet hard optrekken vooral. Hoe gaan jullie nu dat ding leegmaken? Want je komt op een gegeven moment moet je... Het hier allemaal mooie wegen die heel kaarsrecht zijn en waar heel weinig verkeer is. En het plan is nu eigenlijk om gewoon rondjes te blijven rijden en kijken hoe ver we komen. We hebben 600 kilometer bereikt. Yes! Yay! We hebben hem binnen, ja. Nul op de teller. Heren, hoeveel is het geworden? Jullie zijn gisteren om 10 uur vertrokken. Je hebt 19 uur gereden. Hoeveel kilometer zit er op de teller? 625 kilometer. 625. Het eerste Europese record ever. Beat that, everybody. 625 kilometer. Hoe kwam die tot zijn einde? Al kruipend kwam die tot zijn einde. Het was echt als een schildpaddenmoot kwam hij hier aangekrabbeld. Ontkurk de champagne dan maar. Hey. Zo, Kennen, jij bent de aanstichter van het geheel bij Athlon. Wat vind je van het resultaat? Volgens mij heeft Range Anxiety een nieuwe definitie gekregen. Alles boven de 600 is Range Anxiety met de Tesla. Exact. Ben je een beetje tevreden? Ik ben hartstikke tevreden. En niet alleen tevreden, ik ben ook nog heel erg trots. Dit is gewoon echt een geweldige prestatie. En dit gaat niemand ons nadoen. Dit gaat niemand ons nadoen. Nou, jullie zijn uitgedaagd. Iedere Tesla-rijder meer dan 625 kilometer. Dat is gewoon wat we even moeten bieden.